about $300 billion per year. Want de bevolking groeit en het klimaat verandert. Daardoor neemt het als we niks doen, dreigt in Nederland voor 2030 een tekort aan schoon drinkwater. Dit spul dat hier zo uit de kraan stroomt, is een bron voor wereldwijde conflicten. India kampt met een groot tekort aan drinkwater. De ergste droogte in 100 jaar. In heel Nederland worden maatregelen genomen vanwege de droogte. Maken experts zich zorgen. Dryness caused by that drought event. Want de bevolking groeit en het klimaat verandert. Regards to threats of water to human well-being and development. Mensen die zeggen dat water eigenlijk het nieuwe olie is. Dat konden we er nog wel bij hebben. Spend about $300 billion. $300 billion. Imagine if our water were to run out. This is geen buffer. En wat we onderzoeken is om juist wel een buffer te maken. We noemen dat de klimaatbuffer IJsselmeer. What happens to a community that runs out of water? Because the way we manage land impacts on evaporation, which in turn regulates the amount of rainfall. Good morning. Ja, er is ongeveer een miljard. Blijkbaar zijn we er genoeg, maar jij en ik gaan ze betalen. Good morning.